Superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van Oer. Ik ben vandaag met Oleg. Waar zijn we ook weer? In Amsterdam in het centrum. We zijn nu echt in het centrum. Vandaag ga ik met Oleg de opdrachtkaart Maak een Muni... Een mini-museum maken. Maak een mini-museum. Dat gaan we dus doen door dingen te vinden in de natuur. En wat denk jij allemaal te gaan vinden eigenlijk? Veren, kleine beestjes, van alles. In het Vondelpark? Ja. Oké, laten we gaan zoeken. Ik zie dus daar in de verte het Vondelpark. Daar zo. Over het zebrapad. Maar als ik eerlijk moet zijn, ik kan me niet voorstellen dat je daar een groot park hebt. Hier komen al meteen de planten tevoorschijn achter het hek. En nu gaan we ongeveer in het Vondelpark. Hey. Het is wel een mini-museum, dus... Dit is dan weer te groot. Oh my god. Ik zie allemaal schedels hier. Kijk hoe vet. Het zijn twee dieren. Alsof zoals een mannetje en een vrouwtje. We zijn wel samen dood gegaan. Maar wie weet kan, het was ook gewoon geen stijl. Bordje. Wacht, jullie moeten dat schedel zien van dichtbij. Dit is zo cool. Gelukkig ben ik er net op. Hier allemaal kleine lipjes. Maar dit is dus echt een schedel van een eend, denk jij? Ja. Wow. Als we het zeker willen weten, moeten we naar de kop op zoek gaan. Maar kan ze? Maar dit is toch de kop? Nee. Dit is helemaal niet de kop van een eend. Dat is toch voor bij ons zit dat hier. Ah. Waar onze benen aan zitten. Dus dit is ongeveer het rib. Nu gaan we richting uit het Vondelpark. Oké, nu gaan we er dus uit. Doei doei! Doei! We zijn nu bij ons huis bij mijn huis aangekomen weer. Oké, in de schedel hebben we dan niet gevonden, maar wel echt de ribben, de heupen, de bordje, gewoon alles. Dat vond ik echt super gaaf om te vinden. Maar goed, jij hebt thuis een eendenschedel liggen. Ja, een eendenkopje. Een eendenkopje, dus die gaan we nu even bekijken. En misschien heb je wel meer. Ja, een hele eend eigenlijk. En laat Oleg die nou gewoon hier thuis hebben. Kijk hoe cool. Je kijkt nog steeds naar skeletten in het Vondelpark. Nu ga ik jullie laten zien hoe je mini-museum in elkaar zet. Op deze kaart staat ook precies hoe ik het je nu uit ga leggen. Neem lege potjes. Lege potjes jam, Nutella en het liefst in alle vormen en maten. Mijn Vera, die vond ik heel gaaf om in dit potje te doen. En hier zie je een groene. Dat was van een parkiet in het Vondelpark. En zorg ook dat je potjes helemaal leeg zijn. Dus dat je alle etiketten eraf was. Dat kun je het beste gewoon met warm water doen. Dan gaat het er heel makkelijk af. En nu komt het labelen van je potjes. Van Oer krijg je ook een vondstenlijst. En er staan bijvoorbeeld, staat ook een afvinklijst op met bijvoorbeeld boomvruchten, struikvruchten, boombladeren, dode dieren. Maar toen ik dit las, dacht ik echt, ik denk niet echt dat ik dat ga vinden. Maar ja, toen kwamen natuurlijk die bordjes tegen in het Vondelpark. Dus ik kan het wel gaan lezen en afvinken. En op de achterkant staan de etiketten. Daar kun je bijvoorbeeld je naam, de vinddatum en de plaats waar je het gevonden hebt opschrijven. Super handig. Ik daag jou uit om ook een mini-museum te maken. Laat een reactie onder deze video achter en dan nemen wij misschien wel contact met je op. En kom ik met een boswachter bij jou thuis om jouw mini-museum te bekijken. Duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren. Doei!